meerdere. Kijk, dus dan dat wij kijken. Ik vind wel zeg maar, de vergelijking met bijvoorbeeld een biertje of een jointje bij de coffeeshop toch wel anders dan ecstasy. En als we dat nu gaan doen, als we dat legaliseren, alsof dat ook gewoon ja, een normaalste zaak van de wereld is, omdat het gewoon ja, veel gebruikt wordt. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, want ik krijg echt dagelijks berichten van jongeren die in internaten of kinderthuizen zitten van ja, ik haat het hier, maar jouw muziek, dat trekt me er doorheen. Mijn boodschap in mijn muziek is voornamelijk wel gewoon een soort boodschap van hoop en kracht. Hip-hop en muziek, dat heeft ook een bepaalde agenda van bepaalde nummers. Dat komt nou eenmaal wel op de radio en op de tv. En dat maakt me ook wel weer wie ik ben en dat geeft me ook wel weer die kracht. Bij mij werkt het wel een soort van averechts of zo. Ja. Uit het op een andere manier, zodat je juist in je dagelijkse leven gewoon een beetje normaal kan functioneren. En dan hoef je ook niet naar ecstasy te grijpen of iets anders. Je weet toch? Misschien, snap je?